vaart zo op je bek aan, heet een crash. En worstelen en kom boven, want opgeven, dat komt in mijn woordenboek niet voor. Ja, moet ik van mezelf. Oké, zo? Ja. Even een plaatje van het vliegtuig waar wij mee vliegen. Dan weten jullie ook gelijk dat het geen drone is, in de zin zoals jullie die kennen. Dat die propelletjes en zo, dat speelgoed, dat is troep, daar hebben wij niks mee. Wij werken met echte vliegtuigen. Even chronologisch. Iets heel kort over mij. Ik ben van opleiding rechtbouwkundige. Ik heb daar 2 jaar in gewerkt en ben vervolgens journalist geworden. Gespecialiseerd in wetenschap en techniek. Doe dat nog steeds. En in 2001 vond er hier op Eindhoven op de Rondweg een ongeval plaats met een grote tankauto. Dat deed echt een lekking. Gas eruit, grote gaswolk, chauffeur was dood en men wist niet wat voor gas eruit kwam. En dat is best gevaarlijk, want als je door zo'n gaswolk gaat rijden met een auto of met een motor of een brommer, weet ik veel wat, dan kan het boom zijn. En zeker als die gaswolk over een woonwijker hangt, is dat levensgevaarlijk. Dus een groot deel van Veldhoven werd geëvacueerd, evenals van Eindhoven. Tijdens de laatste persconferentie daar zei de politiecommissaris Joop, zegt hij, jij bent techneut en je kunt vliegen. Verzin eens wat, dat we door die wolk heen kunnen komen. Zo, nou, ik ga dat doen. Dat is een uitdaging. En als eerste van is het een uitdaging. 2004, ietsje verder, vlogen wij boven Amsterdam. Als eerste ter wereld, dat had nog nooit iemand gedaan. Heeft ook niemand van ons ooit nagedaan. Behalve ikzelf. En dat was een succes. Maar het bedrijf waar ik werkte werd overgenomen door Airbus. Een groot vliegtuigfabrikant. En die zei van, die kleine vliegtuigjes in de belangstelling, neem maar mee. Ga maar spelen. Nou, ik was journalist, dus ik denk, nou, ik ga daar weer wat brood mee verdienen. Ik zie wel wat er van komt. 2008 belden er weer 3 commissarissen op van, Joop, waar blijf jij met dat spul van jou, want we hebben je nodig. Zo is goed. Ik zeg maar, we willen een opdracht hebben, vooraf. Nou, dat heb ik gekregen. We hebben in 2009 boven Eindhoven gevlogen, tijdens Park Hilaria, ligt bekend. En daarna hebben we ook een paar keer boven grote evenementen gevlogen, boven voetbalwedstrijden tussen Feyenoord en PSV. Het was de eerste wedstrijd tussen Feyenoord en PSV dat er niet geklopt werd door de bezoekers. En ja, zo langzaam bouwden we het zaakje op. In 2011 hebben wij een professioneel systeem aangeschaft. Het vliegtuig dat je net zag. En dat kwam uit Israël en dat kon 4 uur lang stuk vliegen, kon heel hoog. Geintjes uithalen, maar het werd echt gevlogen. In die zin, programmeren het vooraf, deed zijn kunstje en tijdens de vlucht kun je ook nog het spul bijwerken, dat je dus een ander bochtje of wat dan ook vloog. En in september 2012 moesten wij een opdracht vliegen voor de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij boven de Noordzee. We moesten een dreiging opsporen. Ze hebben niet iemand in het water gekieperd, maar een surfbak. Dat die speelde even voor het rekening. En ding gevonden, alles goed. Maar ja, techniek en mensen. En de zwakste schakel is de mens. De vlieger, een echte vlieger, met meer dan 10.000 vlieguren achter zijn kiezen, had een klein programmeerfoutje gemaakt. In plaats van 150 meter hoog de parachute open trekken. Gaf hij aan 15 meter onder de grond. Ja, het is geen duikboot. Dat ding boorde zich in de grond. Viel allemaal nogal mee achteraf. Maar toen moest hij naar Israël voor reparatie. Ging ook heel snel. In een week tijd was hij klaar. Dus ik al blij. Nou, van die kant hebben we dat ding weer terug. Een uur later bellen ze op. Sorry Joop, we hebben oorlog. En als er in Israël oorlog uitbreekt, dan duikt iedereen de loopgraven in. Er komt er niets meer van uit, of in. En dat zal ik dus. Ik had niks. Ik noem dat je. Nou, ja, ik kon niks anders doen dan uitzitten. 4,5 maand later hadden we het spul terug. En dat was te laat. Mijn medewerkers werden onrustig. Die wilden geld hebben. En daar konden ze op dat moment niet aan helpen. En ja, we hebben toen met 2 man apart het faillissement aangevraagd. En
als je dat met twee man doet, ontkom je er niet aan. De rechter zei ook van, ja, dit is flauwekul, dit slaat nergens op. En zelfs hun advocaat zei ook van, ja, ze zijn in shock. Maar goed, zo gezegd, zo gedaan. De rechter zei van, ik hoop dat u morgen weer begint. Ik zeg, nou, ben maar niet bang. Ik ben gelijk begonnen met herfinanciering van het bedrijf. Ja, 2013 is een klote tijd geweest. Dat was het financieel en economisch een hele zware tijd. We kregen niks voor elkaar. Ja, en in Nederland zijn ze nogal bang als je faillissement hebt gehad. Eén keer failliet, we hebben twee keer failliet geweest. Is al heel erg. Een dikke zwarte kruis op je naam staan. Twee keer failliet? Ja, maar dan heb je er echt niks aan geslopen. Maar moet je bij mij niet meer aankomen. Ik denk, ik ga door. Nou, gewoon volhouden. Maar het belangrijkste wat ik toen geleerd heb, er zijn een aantal punten die ik uit dat faillissement geleerd heb, is dat een huwelijk, maar tussen aanhalingstekens. Ik had één ding geleerd, ik was goed in operationele zaken, het uitvoeren van een opdracht, maar ik was een zakkenwasser in financiën, personeelsbeleid, noem maar op, daar had ik de ballen verstand van. Dus dan moest ik iemand in huis halen. Dat heb ik toen gedaan, maar mijn aandeelhouders hadden iemand. Die zeiden, dat is een goede vent, die moet je hebben. Maar daar bleek dus achteraf een nog grotere zakkenwasser dan zijn dan ik. En een narcist nog wel. En dat is niet best, kan ik je vertellen. Nou, dan krijg je stuiptrekking. Van, je gaat bij jezelf te raden van wat er allemaal fout gegaan. Je lessen leren van jezelf, je eigen stommiteit. En dat kost tijd, want ja, het is best moeilijk om eerlijk tegen jezelf te zijn. En zeggen van, je bent ook een klootzak dat je dat niet in de gaten hebt gehad. Maar gewoon doen, dat werkt wel. Luister naar je lichaam. Toen ging ik terug denken, van waarom is dat fout gegaan met die algemeen directeur? Die had ik dus. En toen dacht ik bij mezelf, toen ik die verder leerde kennen, kreeg ik buikpijn. Dat heb ik niet naar geluisterd. En nou is het zo, als ik buikpijn krijg van iemand, binnen 5 minuten is het gesprek afgelopen, weg is. Daar heb ik er niks meer aan. En dat 9 tot 10 keer, misschien wel 9 tot 100, is dat narcist. En dan helemaal niet zo mee weg is. Dat is echt, ja, dat klinkt heel raar, maar het is wel een harde les geweest, een hele zware les voor mij. Want het was, de tweede keer was eigenlijk puur een bedrijfsmatig faillissement. Maar ik ben toen privé ingedraaid. Dat geeft niet, dat lossen we allemaal op. En dat lukt ook. Dat lukt wel op de dag. Daarom houden we het. Ik ben nu zover dat een aantal investeerders, die staan zeer positief tegenover mij. Dus dat gaat op zijn tijd komen. Want ook dat doe ik wel. Niet te eager zijn. Dat merken mensen die kwaad willen. En die merken dat je heel graag wilt. Dan gaan ze je van alles nog wat vertellen en beloven. Daar komt niks van terecht. En dat moet je gewoon niet laten merken. Dat is best moeilijk. Want ja, je knokt ergens voor, je gelooft ergens in, je hebt een visie. En ja, zoals je misschien al begrepen hebt, ik vlieg ook. En we hebben geleerd, oriënteren, observeren, beslissen en dan actie nemen. En dat heb ik tot een soort dagelijks oefening voor mezelf gemaakt. Van, daar moet ik doen. En niet te lang over dingen nadenken. Niet veel tijd nemen, niet veel overleggen met iedereen. Heeft allemaal geen zin. Jij moet de beslissing nemen, jij bent verantwoordelijk en doen, ervoor gaan. En dat werkt. We staan nu, ik durf te zeggen, binnen nu en een jaar ben ik terug. Dan vliegen we weer. En ja, je kunt AeroBotics.geo, dat is onze website. En als je tips hebt of geld te veel, houd maar aan me voor.